Ik heb een neefje. Liam, zo groot ongeveer. Hij moet nog 4 worden. Volgende week wordt hij 4 jaar oud. En Liam heeft een tablet. Die heeft hij gekregen van zijn ouders, van mijn zus en mijn zwager, om leren te kunnen spelen. Spelen te kunnen leren. Maar laatst kwam hij naar mij toe en vroeg, oom Bas, kun jij voor mij het wachtwoord van de wifi intikken, want ik wil YouTube kijken. Ik stond met bek vol tanden, YouTube kijken. Kennelijk kan mijn neefje van 4 nog voor zijn 4e jaar al YouTube kijken. Hij had zelfs al de goede wifi aangeklikt, want hij zag waar de meeste streepjes zaten. Moest alleen even het wachtwoord intypen. Ik vertelde dat verhaal die avond aan mijn ouders aan tafel. Van, goh, wat gaat het toch snel met die kinderen, hè? Dat ze het nou wel zo kunnen. Ik speelde op die leeftijd met dinosaurussen in de zandbak en hij speelt met YouTube. Dus mijn vader zegt, ja, maar zo voel ik me ook altijd met jou. Als jij praat over hoe je op Facebook contact hebt met mensen uit China, Australië, Zuid-Amerika, dan gaat het mij de pet eigenlijk gewoon te boven. En is dat gaat het voorbij mij. En dat deed me aan het denken zetten. De wereld wordt steeds digitaler, steeds moderner. Je hebt natuurlijk social media, maar er zijn meerdere dingen. Mijn ouders zijn verschrikkelijk met smartphones bijvoorbeeld. En de wereld wordt eigenlijk steeds jonger. En dat betekent dat jongeren ook steeds meer een bijdrage kunnen leveren in de wereld. Nou, dat is ook wat we vandaag aan het doen zijn. Die instituten die de wereld regeren, waaronder het Internationaal Gerechtshof, dat is een rechtbank waar landen met elkaar kunnen praten in plaats van ruzie maken, hier in Den Haag, is heel erg verouderd. En vandaag hebben wij hier met PAX Initiative en Hague Talks en Museum, hebben we mensen, jongeren, bij elkaar verzameld om juist te praten hoe we dat soort instituten kunnen moderniseren. Dus de jongeren hebben echt iets bij te dragen in de wereld. Maar diezelfde techniek maakt ook dat we iets kunnen, dat we ook echt onszelf kunnen uiten. Neem bijvoorbeeld Malala Yousafzai, je kent haar waarschijnlijk wel, de jongste Nobelprijswinnares ooit. Ze was geboren in Pakistan, het gedeelte waar de Taliban de macht had in 1997. En zij mocht niet naar school, want dat was de regel. En zij was het daar niet mee eens. Dus op 11-jarige leeftijd is zij begonnen met een blog te schrijven, dat heel snel opgepikt werd door anderen. En zo populair werd dat ze zelf op de dodenlijst kwam te staan van de Taliban. Een moordaanslag op haar gepleegd, is mislukt gelukkig. En 2 jaar later won ze de Nobelprijs voor de Vrede op 17-jarige leeftijd. Dus jongeren hebben wel degelijk een bijdrage te leveren. En we hebben de middelen om onszelf te laten horen. En we hoeven natuurlijk niet allemaal de volgende Nobelprijswinnaar te zijn. Maar elk beetje helpt natuurlijk. En we hebben gelukkig dus, omdat de wereld steeds meer van ons wordt, kunnen we ook zeker daar onze eigen bijdrage aan leveren. Dankjewel. APPLAUS